flanellen. Ja, dat zijn die. Maar de oudste club, de muziek, zijn dat de flanellen, hè? Zit die nog steeds in dat bakkerzuske? Ja, die zitten nog steeds in dat bakkerzuske. Vind jij dat niet? Ja, in Tottringen, hè? Ja, in Tottringen. Jongen, dat, maar, dat is zo'n oude esken, hè? Ja, maar jij het over het bakkerzuske. Maar in het badhuis, hè? Het badhuis. Ja. In de Nassauzaal in Huizen de Breedonk, daar zitten ze met z'n allen naar Baronie TV te kijken op het moment. En die mensen vinden het hartstikke leuk als wij even zouden zwaaien. Dus zullen we dat even doen? Daai. Daag, mensen. Nou, blijf lekker kijken. Straks zie je ook nog de Kinugatse carnavalsoptocht. Vanmiddag tussen 3 en 5 wordt die live uitgezonden hier bij Baronie TV. En lekker warm thuis, hè? Lekker warm thuis. Kijk, en dat vind ik altijd het mooie van Baronie TV. Dat de mensen die dus niet mobiel zijn, als ik het zo mag zeggen, toch thuis een beetje de sfeer mee kunnen brengen. Ook sinds de gemeente Drimmelen bijvoorbeeld. Ja, daar kunnen we nou wel analoog kijken. Maar in ieder geval, het is toch wel heel prettig als de mensen die dus niet ter been zijn, slecht ter been zijn, oud zijn, die niet meer naar buiten kunnen gaan, dat Baronie TV had, en dan meen ik uit diepste van mijn hart, toch eventjes die carnavalsvreugde in de kamer kan brengen. En wie er ook veel carnavalsvreugde kan brengen, dat is de prins van Tottringen. Ja, Antonio, wie zit er met me niet? Klap, ja, hier. Ja, daar komt het muziekje er ook nog bij. Ik kom nou hier staan, hier in de pijzerang, de nagraal, de grond. Waar was ik gisteren? Ja, die, hè. Hallo, lieve pijzerang. God op de mannen uit Tottringen. En ze zijn... Zo. Ja, dat... Ik heb een gezelschapje bij, jongen. Ik denk, ze alles eens meenemen wat we nu uit hebben. Ja, nou, dat is heel waar, hè? Dat is heel waar. Ja. En ik werd vanmorgen wakker en toen zette ik de tv aan. En dan worden de programma's herhaald van de vorige avond. En toen kwam ik toevallig net midden in de optocht van Tottringen terecht. Dat was wel een oude optocht. Ja, maar goed, of de kinderoptocht of zo, wat was het dan? Nee, we hebben gisteren geen optocht gehad, want we zijn gisteren... Ja, want ik zag met Peter... Vanmiddag is het pas optocht, hè? Ja, weet ik wel. Maar Peter van Gassel, die had een... Wat had hij dan? Bij Peter van Gassel zat iets van Teteringen. Ja, s'morgens weet ik het ook niet meer. Volgens mij was het de intocht dat. De intocht, oh, dat was de intocht, ja. Oh ja, de intocht, daar heb ik naar zitten kijken. Dat die gasten mij opkomen. Ja, dat was het, dat was het. Dat was ook een heel spel. Ja. Want ik weet, prins Tonio, dat vanmiddag om 2:30 vertrekt de optocht op het Schikkeplein. Eigenlijk het Prins Alexanderplein in normaal, in het Teteringse. Ja, het Schikkeplein, maar nou, het Schikkeplein, ja. Hè? Ja. Wat ik wel heel frappant vind eigenlijk van jullie is, jullie hebben ook een publieksjury in de optocht, hè? Dat zie je eigenlijk niet veel. Nee, dat is wel heel leuk. Dat is wel, zielt dat nou bijvoorbeeld ook de publieksjury en de vakjury? Kunnen jullie daar nou een duidelijke verschil in treffen? Veel mensen kijken waarschijnlijk die naar de kant staan, hoe dat ze vermaakt worden. Dus die kijken daarna. Maar onze vakjury kijkt natuurlijk ook wat de mensen ervoor hebben gedaan om het creatieve te bouwen. Zeg maar. Ja. Het draait en beweegt en doet. En ze hebben van het jaar het moeilijk gehad te bouwen. Want ons durmpje is, daar zitten wat minder agraaiers. Dus er zijn ook minder schietkies. Ja, maar... Er stonden gasten bij buiten te bouwen. In een open hemel, min 16 graden. Ja. En dat vind ik toch wel heel erg geweldig. Ja. Dus we moeten vanmiddag allemaal wel komen kijken in Tottringen natuurlijk. Ja, natuurlijk. In Tottringen. Dat zou fijn zijn voor die mensen die er zoveel moeite voor hebben gedaan om te bouwen. Het is mooi weer, toch? Het is zonnetje vanmorgen. Ja, nou. Dus. Wij gaan in ieder geval. Gaan we in Tottringen kijken? Of nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga vanmiddag naar Kaam toe. Want ja, mijn vriend komt daar. Prins Joost is gisteren hier aan tafel geweest. Dat is een hele goeie. En ik ga vanmiddag eventjes naar Kamer, jarenlang. En nog eventjes naar Gilstroep. En dan nog even naar het toilet, denk ik. Tussen alle bedrijven door. En dan zal ik me wel onder de trap liggen, net als andere dagen. Maar dat maakt allemaal niet uit, want als maak ik gewoon gezellig is. Ja, dat is vanavond. En ik weet natuurlijk ook dat jullie natuurlijk in Teteringen, Tottringen, heel veel carnavalsband hebben. 7. Ja, we hebben er heel veel. 7. Volgens mij zijn er zelfs nog eentje meer heen. Volgens mij zijn het wel 8 of 9, want er zijn zulke ze worden gewoon geboren volgens mij, die geboren. Bands. Geboren voor de muziek? Ja, geboren voor de muziek. Ze zijn allemaal muzikanten. En ze maken er een heel leuk spel van, want daar zien die, dan komen die tegen en ze mogen Mag ik zeggen dat de flanellen de grondleggers zijn van de carnavalsmuziek in Teteringen? Nou, kijk, dat is wel een band die al heel lang bestaat en de mannen gaan nog steeds op pad. En dan zitten nog van de oude garen zitten er nog steeds in, dus...
Ze maken een goede stukje muziek. Ik kan ook een liedje herinneren van Flanelle. En dat hebben ze 30 jaar geleden denk ik een keer gespeeld. Het verke moet naar de meer, ja. Want hij wil nog een keer. Hop, hop, kwak, kwak, zult, zult. Geweldig lied. Dat heb ik goed onthouden. Dat heb ik goed onthouden. Ja. Zeg het nog eens, hoe dat er geen meer weet. Het verke moet naar de meer, want hij wil nog een keer. Hop, hop, kwak, kwak. Zult, zult. Ja, het zijn allemaal die hele simpele, eigenlijk van die hele simpele woorden die eigenlijk een heel mooi liedje kunnen hangen. Ja. Maar, jullie hebben natuurlijk 8 kapellen. Jullie hebben ook nog bijvoorbeeld, overigens de Flanelle, die werken nog, of repeteren nog steeds in een bakkesk. Ja, ja. Hij is helemaal opgeknapt. Helemaal opgeknapt. Ze hebben er een nieuw dakje op gelegd, dan lekt het een beetje. De eerste... Goed, mogen we even de kapellen vergeten en even naar het eten en drinken gaan? Dat lijkt me een veel beter idee. Ik zie daar drinken en ik zie daar eten. Als we dat nou eens even gaan combineren. Want die Jeunesse staat al een hele tijd met, zwaar, met die zware doos. Zal ik die doos aan jou zeggen? Ja, nou ja, hoeft niet helemaal naar mij, maar ja. Kijk... Een goede worstenbroodje. Kijk eens. Dat zijn grote. Dat zijn grote, jongen. Ja. Dat zijn maakvullers, zullen we dat noemen. En we hebben er een drankje bij. Een drankje erbij. Nou. En de klepsijkers op het podium. Oh, de klepsijkers, ja. Die moeten we niet vergeten. Dat is een van de 8 kapellen uit Totteringen, hè? Ja. Zullen we dan naar gaan luisteren? Dan kunnen wij even genieten van een hapje en een drankje. Hartje, dat lijkt me een heel verrekt goed idee, jongen. Klepsijkers. Laat maar horen. Het kan alle kanten uit. Het kan alle kanten uit. De klepzijkers. We staan bij het schilderij, want het begint inmiddels al wel wat vorm te krijgen. Hè? Knap, hè, dat het zo Ja, door uw collega's is dit tot nu toe tot stand gebracht. Welk gedeelte wilt u gaan doen? Ik lijkt me leuk om dit handje wat verder af te maken. Oké, nou, daar heeft u 1 minuut 11 zo ongeveer voor. Ja. Dus wij starten de muziek en ga uw gang, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja? En het schilderij wordt dus gemaakt door alle prinsen uit de baronie van Breda.
Het startbedrag was €111,11. Maar Traaien heeft er inmiddels €222,22 voor geboden. Dankjewel, Traaien. Nou, de opbrengst die gaat naar de Kliniek Lounge. Maar als u nu denkt van, hey, ik zou dit hele bijzondere schilderij wel willen hebben, stuur dan even een mailtje naar info@baronie.tv. info@baronie.tv. Ja, en de hoogste bieder, die krijgt het uiteindelijk. En het is echt een uniek schilderij, want het is dus gemaakt door alle prinsen uit de baronie van Breda. Ze hebben allemaal hun aandeel daar aangeleverd, uiteindelijk dinsdag. info@baronie.tv. Opbrengst gaat naar de Kliniek Lounge en er is nu tot nu toe €222,22 voor geboden. Ja, u gaat de hand verder afmaken, zie ik, hè? Ja, ja. Het is mooi om te schilderen. Het is rustgevend. Nou, het gaat goed, hè? Ja, volgens mij is het al een heel stuk zo. Ja. Nog even een klein stukje. Nog even de finishing touch. Of hoe noemen ze dat op zijn totterings? Gewoon afmaken. Ja, afmaken. Gewoon afmaken. Bij ons doen ze altijd maar een dotje. Ja. Wil je lekker verder gehad hier? Nee, zo is goed. Okay. Ja. Een applaus eventjes voor jullie prins natuurlijk. Hè. Dat heeft hij mooi gedaan. Het ziet er prima uit. Ja, ja. En dan brengt het schilderij misschien nog meer op. Is wel dopen. Is wel dopen, hè? Ja, daarom. Mecho, met wie zit jij nu aan tafel? Ik zit, hier met eigenlijk de fundering voor het carnaval in Teteringen. Jeugdprins Bram. Bram? Nee, Sander. Sander, hè? Ja. En wie is dan Bram? Dat is de nar, hè? Ja, ja. Dat weet ik nog goed. Hoe ziet er jouw carnaval uit in Teteringen? Zijn er veel kinderen die jou volgen? Ja, heel veel. Ja, heel veel. Het is een heel leuke Teteringen met carnaval. Ja. Hebben jullie al het schoolcarnaval gehad? Ja. Ja? En wie heeft dat georganiseerd bij jullie op school? Welk? De meesters op school of zo. Ja? De meesters, ja. Maar het leeft nog wel in Teteringen bij jullie, hè? Ja. En maakt er ook al een beetje muziek of? Nee. Of nee? Nee, dat... En Berend, jij bent de politie? Ja. Jij bent alles in de gaten houden bij de jeugd in Teteringen? Dat klopt. Breken ze wel eens bompjes af of... Nee, nou, maar nog niet. Nog niet, hè? Moet er allemaal geen missie naast worden, hè? Denk erom, hè? Klein beetje kattenkwaad mag wel, hè? Maar er zijn regels voor, hè? En de nacht? Jij huppelt heel de dag mee met de jeugdprins? Ja. Ja? En hoe laat gaat het dan naar bed? Ja, meestal 10:30, want anders zeg maar, het is kindercarnaval elke avond. Ja, ja. Dat is goed. Nou, dat lijkt me wel gezellig. Maar Ad, ik moet nog iemand de groeten doen. Oh, alweer? Ja. Van Thijs van der Molen. Oh. En gisteren gekeken, hè? Ja. Oh, oh, oh. Ja, was er een nar bij. Ja. En die deed allemaal confetti gooien. Meningen, hè? Ja. En dozen bouwen. Meningen, hè? Ja, dat weet ik, ja. Maar in ieder geval, ze zien het wel. Ze zwermen overal uit Prins Tonio, hè? In Teteringen, hè? Totteringen. Nou, hebben jullie natuurlijk ook een hartstikke mooi carnavalsliedje, dit jaar. Ja. Van, even kijken hoor, de clipstrijkers, het kan alle kanten uit. En dat is clip nummer 9 in de carnavalsliedverkiezing. Dan weet ik, gaan jullie dat live spelen voor ons, jongens? Ja? Oké, okay. Dan kunnen ze. Kunnen wij weg? Ja. Dan gaan wij even naar het toilet. Nee, hoor. Liedje nummer 9 in de carnavalsliedverkiezing. Ja,
stukje muziek, hè? Heel goed stukje muziek zelf. Ik denk dat de Prins Tonio daar blij om kan zijn. Dat ze zo'n goed stukje muziek blauw. Ja, zo hebben we heel veel van die kapelletjes. Ja, acht hebben we net gehoord in de wandelgang. Ja. En zijn allemaal even goed. Er zit ook een vrouwenband bij trouwens, hè? Twee stuks. Ja, ja. Zeg, we hebben nog niet gesproken met de voorzitter van de carnavalsvereniging De Sikke. Want we hebben het ook wel met de andere gezelschappen erover gehad. Er moet altijd heel veel georganiseerd worden bij carnaval. En u moet dat eigenlijk in goede banen zien te leiden. Ja, maar wat dacht je bij zo'n groep hierachter? Die stilletjes aan met alle vrijwilligers zo verschrikkelijk veel doen. Dan moet dat goed komen. En wij hebben natuurlijk binnen dat kleine dorp wel heel veel mensen die toch graag ondersteuning bieden. En dan zeker zo'n geweldige Prins Tonio met de Raad van Elf. Die willen ze allemaal ondersteunen. En dan komt het vanzelf goed. En dan heeft iedereen uiteindelijk een geweldig carnaval. Ja. En daar gaat het toch om? Ja. Dus het lukt allemaal prima? Het lukt allemaal prima. Ja. En we zijn dus een beetje zeg maar halverwege. Totaal geen ongeregeldheden in Totteringen verder. Het is alleen maar feest. Dat is zo'n gaaf dorpje. Ja. Weet je dat wij een enquête hebben gehouden onder de prinsen? En dat Prins Tonio daar als populairste prins uit is gekomen bij de collega's. Is dat zo? Ja, dat is het wel. Zie je dat wel? Dat kwam natuurlijk door dat Prinsige Burenbal, hè? Ja. Dan heb ik toch niks verkeerd gezegd? Nee. En daar hebben we toen ook nog even een interviewtje met u opgenomen. Op dat Prinsige Burenbal. Toen hebben we wat vreemde vragen gesteld van jullie. Nou hebben we die vragen, die hebben we nog eventjes, die antwoorden even bij elkaar gezet voor nu. Als eerste vroeg ik toen van, naar welke programma's kijkt u op Baronie TV? Nou. Journaals en nieuwsberichten en dat soort dingen. Verder eigenlijk niet. Moet u vanavond nog ergens anders naartoe? Het oudere carnaval op zondag. Met wie hoopt u morgenochtend een beschuitje te eten? Prins Juttemus, Johan Cruijff. Omdat die met niks zeggen ook niks bedoelt. Hoeveel biertjes heeft u vanavond al gedronken? Ik zou het niet weten. Nee. 250. Wie moet er volgens u nou de volgende prins van Breda worden? Burgemeester van der Velde. Wanneer gaat u met pensioen? Over 12 jaar. Ja, 11 jaar. Hier in Teteringen, het Prinsige Burenbal. Wat vindt u van de voorganger van dit feest, Prins Tonio de Eerste? Als eerste de hond uitlaten. Dat doe ik als eerste. Welke buurtprins mag er absoluut niet ontbreken op dit Prinsige Burenbal? Leuke vent. Iemand die gewoon zijn eigen staande houdt ten opzichte van alle anderen die daar rondhuppelen. Oké, duidelijk antwoord. Maar wat bewondert u zo in hem? Ja, dat is een goede vent, natuurlijk. Taag je sowieso, want daar is de herkomst van natuurlijk. Hè. Als Lange zijnde, komt er uit Prinsenhagen. En Frans Lange is mijn oom. En die reageert zelfs vanuit Zuid-Afrika als dit soort dingen gaan gebeuren. Dus dat is geweldig om mee te maken. Het zou een goede nar zijn voor Breda. Hij zou de nar van Breda Marktstad op kunnen vervangen. Beetje gek aan worden. Dat hebben jullie goed gedaan. Ja, okay. Maar, heb jij een hond? Ik heb een hond. Wat voor een hond? Een chichu. Een chichu? Dat is een strikje. Nee, hij heeft net geen strikje. Wij scheren hem af en toe, dan valt er wat minder haar op. Oh, dat noemen ze chichu dan. Ja. Hey, Mechel, jij wilt nog even over de kei hebben, hè? Is niet? Ja, want jullie hebben natuurlijk in Totteringen, jullie hebben geen een beker, maar jullie hebben een eerste prijs en dan een kaai. Dat lijkt wel dat prijs kaai, op, hè? Ja, dat komt bij ons uit de Losstrootse weg, hebben ze toen eens veranderd. Ja, dat kan ik. Daar lagen van die mooie kinderkoppen. Ja. En daar hebben we er even op gehaald. Ene maar. Ja, dat staat om die uit te reiken, want als je die moet dragen, dan komt dat aan de beurt. Dus die hebben we uitgereikt vorig jaar. Dan doet degene die het met gekregen, die geeft een feestje. Ja. En dan ga ik hem weer ophalen. Oké. Okay. Maar hij blijft van de Sikke, zeg maar. Hij blijft van de Sikke. En dan komt er netjes een naamplaatje op. Dus niet zo wacht hem niet elkaar binnen elkaar die kaart. Nee, zo zonde zijn moeten wij weer los trouwens weg. Ja, je zou nierstenen hebben. Ja. Gewin van de kaart. Zeg, wij moeten weer af gaan ronden. We krijgen nog een stukje muziek van de Klepseikers. Goeie stukje muziek. Van de vanmiddag allemaal naar de optocht in Teteringen. Wil je nog echt iets kwijt aan alle inwoners van Totteringen? Wij zijn gisteren naar dat bejaardencentrum bij ons geweest, Zuiderhout. En als je daar ziet dat die mensen zo dankbaar zijn dat jullie het programma uitzenden. En dat ze daar kunnen kijken en kunnen beleven.
Maar wij allemaal op straat bleven, dat is geweldig om te zien. Okay. Nou, dankjewel. Nou, we doen het met liefde en plezier. Voor deze natuurlijk. Dankjewel. Veel plezier nog.